Dit gaat altijd fout. Karamel maken. Maar vanaf nu gaat het bij jou nooit meer mislukken. Dat kan op twee manieren. De droge. Suiker in de pan verwarmen en vooral niet roeren. En de natte. De andere is met water in de pan en dan langs de randjes met water blijven afstrijken. Tada! En dan is je karamel klaar. Maar wat kan je er dan mee?